je gauw naar dit verhaal. Tomke is timmerman. Wat is dat voor ding, Tomke? In Tomke zijn kjemmeke zit een nieuw verding. Een lange tafel. Dat is een tafel om op te plakken. Cornelia die wil mijn kjemmeke opknappen. Ik krijg nij behang. En dat plakt ze aan de morgen. Oh, het lijkt meer op een springplank. Huppakee! Romke springt op de tafel. De tafel wiebelt gevaarlijk heen en weer. Oei. Hier komt Cornelia. Romke, van die tafel af. Wij hoort jij net te plakken? Nou, gauw, in de koer. Nou. Romke kroept een beetje sneu in zijn koer. Ik keer met Tomke naar de winkel om naar behang te kiepen. En om een kastje van Tomke zijn Lego. Ja. Cornelia en Tomke rieden naar de winkel. Zo, eerst maar een kar pakken. Het is hier aardig droog. Bleu maar wat bij mij in de buurt, Tomke. Want anders ben ik die haast nog kwijt. Dag, Cornelia. Oh, dat is Tomke, toch? Ja. Kan ik hem helpen? Ik zit je behang van Tomke zien kimmerken. Hij hem dat? Ja, wist dat. Hou we. Kom maar mij. Ik wil alleen een behang aan mijn auto's. Want ik ga echt een dekbed, mijn raceauto's. Jongen, nou dat treft. We gaan juist de krekbehang toeskrijgen, mijn auto's erop. Oh. Tomke en Cornelia. Mooi. Vind het behang heel mooi. En ik moet ik nog liem en een kwast hebben. Even letten, lissen er een peer rollen, autobehang, een kwasten en liem in de karren. Zo, nou, dat is klaar. Kan ik verder nog wat voor hem doen? Ja. Wij moeten nog een kastje uitzieken van Tomke zijn Lego. Een kant-en-kleerkastje, Cornelia, of was het een bouwpakket? Dat is wat goed kiepen, maar dan moest het kastje wel zelf in een corsetten. Toch maar een bouwpakket. Ik ben heel handig en een kastje in elkaar zetten, dat kun ik wel. De verkeerper liet Cornelia en Tomke wel 5 kastjes zien. Die griene. Tomke vindt het griene kastje het mooist. Er zitten mooie knopjes aan. Cornelia praat en praat met de verkeerper over het kastje. Tomke verveelt hem een beetje. Stiekem rent er een eindje de bouwmerk in. Jee, wat is hier een kwad? Hammers, schroevendraaiers, spiekers en schroeven, huskers, wastafels, kantien, verven, kwasten, spiegels. Tomke pakt een hammer van het rek. Zo, Cornelia. Echt was ze handig wezen. Ik weet al wat. Ik kan haar wel helpen. Maar dan moet ik wel een hamer ha. En een schroevendraaier. Tomke rent naar de karreta. Cornelia schot hem net eens. Zo drok praat ze met de verkeerper. Gauw stoppen de hamer en de schroevendraaier onder het bouwpakket van het kastje. Dan moet ik nog spiekers en schroeven houden, als ging met timmeren en schroefje. Zo, je ring is al. Hij pakt een dwaske schroeven en een dwaske spiekers. Misschien heb ik wel een toonstok nodig. En die bijtelek. Ja, oh, en een zegen vanzelfs. Stil die Tomke weer naar de karren en verstoppen het ark. Cornelia krijgt krek een folder van de verkeerper. Alsjeblieft. Dank je. Nou, kom Tomke. We hebben hier nou wel klaar. Ja. Treuw door de karma naar de kassa. Dan zie ik vast mijn bankpas op. En dan maar gauw aan het werk. Ik denk dat ze toch een heel mooi kemmeke krijgt, Tomke. Ja. Ik lees de dozen met het kastje wel even op een band, Tomke. Dan mag je het oren spult aan. Oké. Tomke leidt de rollen behang op de baan. En de liem en de kwasten. En dan de schroevendraaier, de hamer, de tomstok, de bakjes schroeven en spiekers, de bijtel en de zegen. Cornelia, haar eigen worden grutter en grutter. Wat? Wat is dat al hier? Dat heb ik heel dol net uitzocht.
Wist u er meer van, Tomke? Ik dacht, ik moet die helpen. En ik ken net Timmerjus zonder een hamer. Tomke, dat is heel leer van jou. Maar ik heb wel een hamer en een schroevendraaier en zo. In het hok. Maar dat is voor grote meesken en dit ark, ik. Wat jij ik daar? Nou, wij hier een timmerman. Timmerman Tomke. Joris, ik hou wat voor die. Een timmerkiste voor lietse timmermansjes. Zo, dit is wat beschadigd en daarom moest je hem samen aannemen. Oh, wat mooi. Hé, hey, sst. Moet je niet vertellen, hè? Want ik had er maar één. Oh. Oké. Dank je wel. Goed, jong. De orendijs is Tomkes in Kjemmeke hastkleer. De auto zit op hem oren. Maar de knopjes om het kastje, die met Timmerman Tomke nog aan het werken schroeven. Ja. Ruff. Ruff. Romke, Cornelia en Tomke zullen eten. Het verhaaltje is nou uit. Maar voordat ze aan tafel gingen, jouwen ze daar nog gauw een tuut. Bij de Tonk-uitsturings is meer themamateriaal te verkrijgen, zoals boeken, spultjes en handleerings. Zoek op tomke.nl voor meer informatie. Vies dit echt een leuke video? Op het Chilse YouTube-kanaal kun je nog volle meer Frieske filmpjes zien.